Ik ben Jeff Hellemans. Ik heb myoclonische epilepsie. Ondertussen al bijna 6 jaar. Ik moet 2 verschillende soorten medicatie nemen, 's ochtends en 's avonds. Ja, de hele straffen die ik nodig heb, die hebben helaas ook bijwerkingen die niet al te fijn zijn. Zoals paniekaanvallen en ook heel licht geïrriteerd, zeg maar. 'S ochtends zijn de meest frequente aanvallen. Bij het ontbijt neem ik dan ook plastic bekers, borden en bestek. Dat het altijd kan zijn dat ik het 's ochtends krijg als ik begin te eten. Dat bestek is, ik heb al vaak ook in mijn handen gesneden per ongeluk. En 1 keer ook in mijn gezicht bijna. Als ik 's ochtends zijn de meest frequente aanvallen dat ik nog niet helemaal wakker ben. Dan gebruik ik plastic bekers. En plaatsen een bord plastic plankje, zoals je kunt zien. Normaal gezien komen die borden tot boven. Die zijn allemaal kapot. Dus ja, myoclonische epilepsie, dat is vooral de kleinere aanvallen, zeg maar. Je kunt dat een beetje vergelijken met alsof je een schokband voor honden aan hebt. En er loopt eigenlijk heel de tijd iemand anders bij met de afstandsbediening. Ik kan dat aan- en uitzetten wanneer het hem wilt. Bij epilepsie denken de meeste mensen eigenlijk dat de grootste trigger dat zo lichtflitsen zijn. De grootste trigger voor epilepsie is eigenlijk stress. Daarom dat ik ook vaak 's avonds nog ga wandelen. Meestal met vrienden, soms alleen als het echt moet. Voor even te kunnen ontspannen. Zeker en best in stressvolle periodes tijdens examens bijvoorbeeld. Echt accepteren dat je anders zegt maar dan de rest en niet hetzelfde aankunt als de rest, dat blijft pijnlijk. Ik ben 16, 17 jaar en de dokter zegt tegen me, ja, kijk, je kunt niet leven gelijk anderen. Kijk, je kunt niet gaan feesten gelijk anderen, je kunt niet gaan drinken gelijk anderen. Je moet op tijd op bed in, je moet op tijd opstaan, niet dat je pillen neemt. Tja, het is niet plezant natuurlijk. Hè. Ik moet heel veel opgeven, de leeftijdgenoten wel kunnen doen. Maar de neurologen zeggen ook al van het begin van, ja, kijk, het is accepteren dat je niet kunt leven gelijk je vrienden. Ik moet een aantal keer per jaar bij de dokters bloed laten trekken. Zeker als ik van medicatie verander of van dosis. En dat is om te zien hoeveel van de medicatie er nog in mijn bloed zit. Tegen de volgende keer dat ik die medicatie terug moet innemen. Naar de neuroloog moet ik ook 2 keer per jaar gaan. In mijn is dat 4 keer. Normaal gezien professor Van Wickhuizen, heb ik nu 2 andere dokters. Normaal gezien is dat voor een scan te laten maken. Soms ook niet. Soms is het gewoon over de medicatie te praten. Want er zijn ook wel serieuze bijwerkingen bij een van de medicaties die ik neem. Dan vragen ze daar altijd achter of het erger of beter is. Meestal hetzelfde gewoon. De enige hoop dat er nu is van medicatie blijven nemen. En dokters zeggen wel, ja oké, de meeste groeien eruit in hun 40. Dus ja, dat is nog 18 jaar wachten. Hè. Dan zullen we wel zien.